Nederland houdt 9 miljoen mensen in leven. En 9 miljoen ratten. Ratten zijn gevaarlijk. Ze brengen ziektekiemen over. En ze zijn schadelijk, want ze leven van hetzelfde voedsel als wij. De schade die de ratten ons berokkenen bedraagt ruim 30 miljoen gulden per jaar. Om het voedsel te bereiken, knagen ze alles kapot wat hen tegenhoudt. Was het vroeger de rattenvanger van Hamelen die de mensheid van deze plaag kon verlossen? Nu is het het vergif. Uit de zeeajuin, een lelieachtig gewas, wordt een giftig extract gewonnen dat alleen voor ratten een aantrekkelijke smaak heeft en voor mensen en huisdieren ongevaarlijk is. De stukjes brood worden ermee doordrenkt. Dan maakt men er kleine pakjes van, telkens voldoende voor één rat. Op alle plaatsen waar deze dieren gesignaleerd zijn, worden de lekkere hapjes uitgelegd. De ratten sterven binnen enkele uren en verrotten niet, maar verschrompelen en verdrogen. Over het hele land wordt de rattenbestrijding streeksgewijze ter hand genomen. Het is een strijd voor de gezondheid van ons volk en voor het behoud van de voedselvoorraden.